Dit is er, de nieuwe bestuursploeg van het district Deurne. Voor het eerst sinds lang zonder socialisten en dat vond vooral de N-VA belangrijk. Samen met CD&V en Open VLD wil de partij deze legislatuur volop inzetten op properheid en veiligheid. Maar er zijn heel veel zaken zoals verloedering van pleintjes, van leegstand van huizen, verkrotting. Dat hoort allemaal mee in dat pakket veiligheid volgens ons. Dat geeft de mensen een onveilig gevoel. En dat is wat we wel als district bijvoorbeeld kunnen aanpakken. In het Deurnense bestuursakkoord staat dat er meer volkstuintjes moeten komen, dat de sportactiviteiten in het rivierhof niet mogen worden afgebouwd en ook de doorstroming van het verkeer moet worden verbeterd. Er wordt daarbij afgestapt van de absolute voorrang voor het openbaar vervoer. Ik denk dat we allemaal samen mobiel moeten kunnen zijn. En dat zowel die voetganger, als de bus, als de auto mobiel moet kunnen zijn. En de ene manier van zich te verplaatsen mag geen ergernis zijn op een andere manier. Ik denk dat we vooral samen moeten kunnen. En dat een beetje in het verleden te veel is ingezet op één bepaalde manier van vervoer. In het polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo is er ook met het nieuwe jaar nog altijd geen bestuursploeg aangesteld. Hoewel N-VA en Team 2040, dat is een samengaan tussen CD&V, SPA en Open VLD, er wel al een principesakkoord hebben. In Berchem raakte intussen bekend dat de vorige districtsvoorzitter Peter Raats, die met het kartel SPA Groen de grootste was in oktober, maar de duimen moest leggen voor N-VA, Open VLD en CD&V, verzaakt aan zijn mandaat.